Bos, had je nog een dessertje? Hè? Denk je dat wij nodig hebben? Ja, nu gaat het nu in mijn kot komen. Ik ben hier zwaar afgegaan met mijn omelet tegen een fantastische... Dat is nog niet waar. Hè? Dat was een beetje anders. Maar wacht maar. Nu, wanneer ik er al die girls... Ik heb een dessertje gemaakt. Het is een nougat beet. Nougat beet? Ja. Het is geen harde nougat. Hè? Het is een soort mousse nougat. Van goeie. Het belangrijkste dan is dat je lekkere gebrande noten hebt. Dus ik heb hier amandelen. Geroosterde amandel. En we gaan nu een karamel maken, maar echt zo'n karamel die aan de rib hangt. Het kan met suiker karamelliseren. Ja. Alright. Hup. Ondertussen mag ik die room. Dat is een liter room. Ja. Dus het is een recept van de Weight Watchers. Hè. Het is een litertje room. We gaan dat hierin doen en dan mag je opkloppen. Maar lekker mousse, niet te ver. Hè. Geen boter. Hè. Alright. Ah, voilà. Het is een beetje rustig, want dat is het overal. Verder dan deze? Stop maar, perfect. Kijk, en ondertussen is die suiker hier mooi aan het smelten, zie je dat? Maar dat is toch super cool dat de adem van suiker zo kan smelten. Ja, het is... Allee, dat is wel... Het is super lekker, maar het is ook echt super gevaarlijk. Ja. Want, ik denk dat dat een van de dingen is waar de mensen het meest aan verbranden in de keuken. Karamel, it's fucking dangerous, darling. Dus ik zou zeggen, laat je kinderen nooit alleen zo'n karamel maken. Kijk, zie je dat? Dat begint echt super vloeibaar te worden. Kijk, zie je dat hier? Bam, hup, die noten erin. Check. Mengen. Voilà. Voilà. Ik ga dat een beetje open doen. Yes. Voilà. That's it? That's it. Perfect. Nu, die gaan we een beetje laten afkoelen, want dat peest niet meer aan. Ondertussen, ons eiwit opkloppen. Heel belangrijk als je eiwit opklopt, dat, dat je kom spoelt met azijn. Eiwit erin. Righty. Dat is 125 gram eiwit. Ben hier... Hoeveel eieren zijn dat? 125 gram eiwit, hè. Een beetje water. Ben hier... Klein beetje glucose, maak je die vinger in. Ja. Voilà. Glucose, nu, als je geen glucose hebt, kan je ook honing gebruiken. Nee, en zeker met de nougatine, dat is ook fantastisch lekker. Dus, nog suiker. Suiker erbij. Klein beetje meer suiker in. Klaak. Bam. Je mag je eiwit bijna opkloppen. En ik ga hier mijn suikersiroopje laten opkoken tot 120, 121 graden. Het is echt belangrijk dat je suiker mooi gesmolten is in dat water. Kom maar uit, zo. Nu gaan we dat als de suikersiroop 121 heeft. Voilà, wat paas de schat. Voilà, nu is het klaar, hè? Dat is mooi, hè? Dat is nog niet bruin, maar is toch al dik aan het worden. Vuur hebben we niet meer nodig. En nu, ik ga het liever zelf doen. Zullen niet meer in mijn geweten en dat hier... En gewoon kijken. Gewoon kijken. Het is een beetje verder, schatje. Ja. Dus die suiker gaat hierin. Niet in één keer. Heel lang zijn omeletten. Zo'n straaltje. Mm. En dat zorgt echt voor je stevigheid bij een dessert. I'm ready. I'm ready with my test spoon. Het is wel very smoothie, hè? Het is zeker geen nougatine. Of dat je die witte nougatine hebt op de kermis. Het is meer als een mousse, hè? Je ziet jou voor Valentijn, kan je borstjes in die nougatine zijn, shot, I'm ready. Nee? Doe je dat niet voor je vent? Nee. Oh, in België doen we de bron nou, hè? Voilà. Tot doen wij. Kijk, hier is het. Dat is lekker. Yep. En ondertussen hebben we hier onze... Wow. Kijk, een vent. Voilà. Hè? You got a smile on your face, or eh? Or you think that's more? Oh my God! Yum. De stukjes mogen niet te klein zijn, maar natuurlijk Zoiets. Ook niet te groot. Oh, dat is ideaal. Voilà, schat. Ben je dan er zin? Oké. Nu die kom is hier een beetje te klein, dus ik kan hier om dat samen te mengen toch een grotere kom nemen. Kan dat weg doen, zodat jij plaats hebt voor hier te werken? Voilà. Ik voel me lekker meneer een dokter, zeg. Hé? Met de blonde verpleester bij me. Alright. Okay. Room.
Room. Nu, die room, je ziet, dat is niet van die slagroom vanuit de spuitbus. Hè. Dat is echt zo een beetje over. Dat is ook geen slagroom. Kom, assistentie. Hè. Klein beetje bij beetje. Ja, doe maar, doe maar. Doe maar. Moet natuurlijk goed gemengd zijn. Hè. Ja, ja. Oké, okay, Dino gaat tinnen erin. Allemaal? Allemaal. Wow, dat is goud. En onze free confit. Ik heb klaargezet de label te zien dat dat allemaal in orde is. Ik heb ook klaar die lepel. Mm. Maar vent. Amai. Dat is echt kei lekker. Laat terug in. We gaan dat er terug in doen. Voilà. En nu gaat dat even in de koelkast. Mooi laten opstijgen. Dat is een half uurtje. En dan kun je dat mooi knippen. En we wachten, hè. Ik ga hier zijn. Oh my god. We gaan daar een mooi kanelletje van proberen te maken. Hey? We moeten nog niet te veel show aan hangen. Hier, hè. Bam. Moet ik een beetje crumble erop zetten? En die crumble mag erop. Voilà. Fantastisch. Let's serve that stuff. Come on.